Er is nog een tweede locatie in Zwist. Stel voor, je bent op die andere locatie en je hebt zoiets van... Ja. Wat moet ik ermee? Of op die andere locatie is misschien geen ruimte meer. Kun je altijd nog vertrekken en om deze even aan te zien. Het is overigens maar een heel klein... Ja, hoe zou ik zeggen? Gedoopplekje. Je kunt er in principe wel natuurlijk met een camper super staan. Ga ik even naar beneden, want ik sta even op een terpje. Zal ik de andere kant ook nog even laten zien. Je hebt namelijk twee kanten. Overigens, je ziet bij ons dus altijd gratis plekjes. Wat ben je nodig voor gratis plekjes? Dat is ja, je moet zelfvoorzienend zijn. Nu staat het hier toevallig vol met auto's, zie ik. Zoals u zelf ook kunt zien. Maar je moet dus zeg maar, zoals wij dit doen, zelfvoorzienend zijn. Nou, we hebben de zonnepaneel. Daar draait de televisie en alles op. Nou, dat is onze stroomvoorraad. 3 accu's. 3 keer 100 ampère. Ja, dan hebben we natuurlijk de douche, de wc. We hebben 2 cassettes. Bewust, omdat we dus altijd vrij staan, is het natuurlijk ideaal als je eens een keer geen plek hebt waar je kunt lozen, dat je 2e cassette hebt. Dus dat is ideaal. Nou, de koelkast die draait altijd op gas of op stroom. Maar dat zijn dus dingen die... moet je allemaal zelf even meenemen. Zie je, verder van de rest is die natuurlijk een rustige plek. En dan zeg ik, als die ene plek in Zwist vol is, is deze op 8 kilometer verder, is dit een ideale plek. Vandaar dat ik hem even laat zien.